Hallo, mijn naam is Aalscher Commandeur van het Practoraat Media Wijsheid. In deze video ga ik wat meer vertellen over het onderdeel privacy van studenten en docenten. Ik ga jullie 4 tips geven, dus veel plezier met kijken. De eerste tip. Deel geen gegevens van studenten die 18 jaar of ouder zijn met ouders of verzorgers daarvan. Vooral op het mbo heb je veel te maken met studenten die net geen 18 zijn of dus net 18 jaar geworden zijn. Het is goed om te onthouden dat je geen informatie mag delen met ouders, tenzij deze student expliciet toestemming heeft gegeven dat het dus wel mag. Je bent eigenlijk ook alleen beheerder van deze gegevens en de student is hier eigenaar van. Belangrijk om te onthouden is dat de relatie tussen een student en ouders of verzorgers niet altijd heel gelukkig is. En dat het soms ook heel vervelend kan uitpakken als je dus wel gegevens van deze student deelt. Mijn tweede tip. Deel geen afbeeldingen van docenten of studenten op social media of welke manier dan ook. Een afbeelding van een docent of een student, dat noem je persoonsgegevens, dus mag je ook niet delen. Ik ga jullie 3 voorbeelden laten zien van een situatie van een afbeelding die je mee zou kunnen maken. Het eerste voorbeeld gaat om een foto van een docent. Nou, die mag je niet op deze manier delen. De persoon is volledig in beeld. Nou, de tweede foto, dat gaat om een excursie met een groepje studenten. Mag je in principe niet op deze manier delen. Wat je wel eventueel kan doen, is je kan het creatief oplossen door te zeggen ik ga 1 foto maken met die we gaan delen en eentje die we niet gaan delen. Of je kan ook de gezichten blurren van de studenten die er niet op willen staan. Derde situatie, stel voor een foto op de Dam met 2000 mensen. Dan moet de fotograaf of de persoon die gaat delen, die moet onevenredig veel moeite doen om toestemming te vragen. Dus in dit geval zou het dus wel gedeeld mogen worden. In de praktijk komt het wel eens voor dat een foto van een student of misschien een docent van jou bijvoorbeeld gedeeld wordt op social media of een website. Wat kan je dan doen? 1 is stap naar de leidinggevende of naar je functionaris gegevensbescherming en zij zullen daar actie op ondernemen. Mijn derde tip aan jullie. Bespreek informatie over een student niet bij een koffiezetapparaat, maar op een geschikte plek. Misschien ken je de situatie wel in een docentenkamer. Dan wordt er eventjes iets over een student gevraagd. Dan gaat het vaak over best wel gevoelige informatie. Zorg ervoor dat je dit niet doet. Wil je echt iets over een student bespreken met een collega? Zoek gewoon een goede ruimte op en zodat je de privacy van een student hierin ook kan waarborgen. Tip 4. Deel alleen informatie met personen die dit ook echt moeten weten. Nou, kan je je bij voorstellen, denk aan een mailtje met een vraag over een student. Stel dan niet die vraag aan de hele mail, aan een hele mailgroep, maar stel die vraag alleen specifiek aan de personen waarvan jij een antwoord nodig hebt. Nou, het is niet alleen mailtjes, maar denk ook aan documenten. Moet iedereen toegang hebben tot elk document. Dus bepaal dat heel goed. Dat noem je dataminimalisatie. Mocht je aan het einde van deze video nog vragen hebben over privacy, dan heb ik een aantal linkjes in de beschrijving hieronder neergezet. Kan je even naar kijken. En eventueel wil je van mij een antwoord hebben, dan kan je ook een comment onder de video achterlaten. Doei doei!